Vanaand bij Antioch gaan ons aan met ons leven voor live messages en ons kyk naar die leven van Weerto, Johannes die Doper. Johannes het groot geworden in die huis, dit sy pa was een priester, hy so een priester geworden het, maar iets gebeur in sy leven neem hom in die woestijn in. Hy ervaar in sy leven die plek waar hy kom, wat eerstelijk voel alles nie droog, die verhoudings voel leeg, jy voel eenzaam, dit wat vir jou bevrediging geer, alles raak iets al smaakloos. Die woestijn is een harde plek om te wees, en is een plek wat ons baie keer nie by wil wees nie. Maar iets gebeur in die woestijn, jy raak bewus van wie jy is, van jou tekortkominge, van jou motiewe, van wat in die binnenkant aangaan, en in die Bybel sien ons baie keer, God stuur mense in die woestijn in, of het nou een Moses is, of een Elia is, God beweeg of neem ons naar die plek toe, om ons te groei en te ontwikkel. En in Johannes, in die woestijn, hy besef iets van dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor God. Op een stadion kom mense om te dan vraag of hom vraag oor die doop en oor Jesus, en sê vir hulle, ek het niks wat ek nie gekry het, niemand het niks wat hy nie uit die hemel uit ontvang het nie. En in later sê hy nog een bevinding, hy sê, my leven gaan daar oor, dat hy moet meer word, en ek moet minder word. Dat is hierdie skuif in hom, self een leegheid wat hom neem na een plek toe van, hy begin te wys na Jesus toe. Jesus kom, God weet, kondig dit aan, weet, maak die pad vir die Here gereed, en die pad na God toe begin in die woestijn, en hy neem ons soen toe. En dis die aldeel nie, daar is lewe en daar is water en daar is, op ons stadium sê Johannes, dit begin daarom, hy moet die oorgang maak, en hy het die ding, die doop, as noem om Johannes die Doper, van net iets van, nee, daar kom ook een plek om oor te stap. Daar kom ook een plek om te sê, ek het nodig om symbolies of dit te doen, dit uit te druk. En dis ook met doop, of een kostbaar ringlik is binnen in ons. So nou ek een uitdaging, waar is jy nou in die verskillende plekke van jou leven, en waarvoor word jy gechallenged? En het jy ook nodig om iets te doen, om te kan merk, om te sê, ek beweeg nou oor van een kind na een volwassene, of ergens het om te kan sê, nee, ek aanvaar die challenge, my leven is nie fuzzy nie, ek weet as fases, dis wat ek nou is, en daar het ek nodig om oor te gee, wat was, of oor te tree, na iets wat ek nou voorstel is om te wees, iets van die uitdaging wat ons te kom, in Johannes die Doper.